In de zomer gaat er niks boven een ijskoud biertje. En wat is er beter dan een biertje van eigen Leidse bodem? Brouwerij Pronk. Hoe lang al en waarom? Eigenlijk sinds november vorig jaar. Wij zijn alle vier uit dezelfde jaarclub. We zijn 3 jaar geleden zijn we begonnen met hobbybrouw. En toen eigenlijk vorig jaar in juli begon het idee een beetje te kriebelen van het zou wel heel gaaf zijn om een eigen bierbrouwerij te beginnen. En eigenlijk vanaf 1 februari dit jaar zijn we echt begonnen met brouwen. Frans, wat zien we hier? Nou, wij hebben hier onze mouten. Onze mouten zijn eigenlijk granen, voornamelijk gerst. We hebben ook bijvoorbeeld tarwemout en ook wat mais gebruiken we af en toe, maar voornamelijk gerst. De ingrediënten die bij bierbrouwen gebruikt worden hebben we hier klaargezet. Eigenlijk Leids water, daarbij mouten, diverse mouten, diverse verschillende brandingen van mouten. En die geven eigenlijk ook de verschillende smaken aan de bieren. Hop geeft de bitterheid aan de bieren. Voordat we het bier kunnen gaan maken, de mouten moeten eigenlijk eerst vermalen worden. Maar eigenlijk willen we niet ze helemaal vermalen, maar willen we eigenlijk die korrels pletten. Dat doen we door middel van deze schroopmolen. En door deze schroopmolen worden eigenlijk de kafjes blijven heel. En de binnenkant van de kern van de mout, die wordt eigenlijk geplet, waardoor we helemaal die extractie eruit kunnen halen. Als we de mouten dus geschroot hebben, zoals dat heet, dan gaan ze in de brouwketel met 160 liter water. Het is een ketel van 200 liter, waarin we 160 liter bier kunnen maken. Als we het gemaist hebben, laten we het water, en dat heet op dit moment wort, laten we eruit lopen. En die kafjes, dus je ziet eigenlijk die korrels die hier liggen, die we tijdens het schroten heel hebben gelaten, die buitenkanten, die liggen hierin en die vormen een filterbed, zodat we een helder bier krijgen. Waar staan we, Boudewijn? Wij staan nu in de gistkamer van onze brouwerij. Dit is waar de gisten komen te staan wanneer we klaar zijn met brouwen. Er wordt dan gist aan toegevoegd, zodat er alcohol en koolzuur op kan worden gezet. En dan moeten we ook natuurlijk zelf even proeven. Lijkt mij ook, ja. Ja, het is vloeken in de kerk, maar ik lust dus geen bier. Sas, alsjeblieft. Dank je. En? Ja, lekker. I love Leiden.